Hallo allemaal, goedemiddag. Het is weer woensdag, dus het is weer tijd voor een Facebook Live. Ik had hem vandaag niet aangekondigd. En dat komt omdat ik mezelf niet helemaal lekker voel. Dus ik wist niet zeker of ik mijn live wel zou gaan starten. Maar ik dacht, laten we het gewoon proberen. En we zien wel hoe het gaat. Ik val maar gelijk met de deur in huis. Afgelopen zaterdag heb ik meegedaan met een Facebook Live. En daar heb ik dit kaartje voor gemaakt. Daar kreeg ik zoveel enthousiaste reacties voor. Dat ik dacht van, ik ga jullie even laten zien hoe je met de stempelset die ik daarvoor gebruikt heb, hoe je daarmee aan de slag kunt gaan. En voor de achtergrond van dit kaartje heb ik de Textures and Frames stempelset gebruikt. En deze stempelset kun je gratis verdienen tijdens de celebration. En als je een bestelling plaatst van 60 euro, dan mag je deze stempelset er gratis bij uitkiezen als je dat wilt. Ja, ik ga niet precies hetzelfde kaartje maken. Ik ga proberen 2 of 3 andere kaartjes met jou samen te maken. Gewoon om je te laten zien wat je dus al mee kunt doen. Dus ja, laten we snel gaan beginnen. Ik zie dat Helma kijkt. Hoi Helma, welkom bij mijn filmpje. We gaan met de texture en frame set aan de gang. En laten we als eerste een super simpel kaartje maken. We hebben natuurlijk een basis nodig. En die ga ik snijden van een stukje basic white cardstock. En ik gebruik altijd een basiskaart van 21 centimeter bij 14,5. Dus ik snijd deze af op 14,5. Zo. En die draai ik een kwartslag en dan ril ik hem op 10,5. Zo, dan is je basiskaart klaar. Dan hebben we ook nog een stukje basic white cardstock nodig om je kaart zelf op te stempelen. Ik denk dat ik gebruik ga maken van een gekleurde mat. En de mat wordt 1/2 centimeter kleiner dan wat ik hier heb. Dus dit is 10,5 bij 14,5. Dus de gekleurde mat wordt, 10 bij 14. En de mat daarop van basic white wordt weer 1/2 centimeter kleiner. Dus die doe ik op 9,5. Bij 13,5. Zo. En dan ga ik stempelen. Ik gebruik mijn piercing mat gewoon omdat het een fotopolymeer stempel is. En dan is je afdruk een stuk mooier als dat je het op een harde ondergrond doet. Als eerste ga ik de ballen gebruiken. De cirkels. En ik kies gewoon een aantal kleurtjes. Ik heb een aantal kleurtjes hier bij me gepakt. Dat heb ik van tevoren wel bedacht. Maar ja, of dit het wordt, weet ik niet. Maar ik dacht aan een paar zachte kleurtjes. Dus ik dacht aan een Blushing Bright. En zo Saffron. De Mango Melody. De Coastal Cabana en de Mint Macaron. Je kunt het natuurlijk met elke kleur doen als je zelf wil. En ik begin met het stempelen van de, even kijken hoor, wat een keuze in het leven. Ik begin gewoon met de Blushing Bright. Die doe ik lekker in het midden van het kaartje. Zoals je kunt zien is mijn Blushing Bright heel vochtig. Er zit veel inkt in. Dus hij stempelt een beetje korrelig af. Ik vind dat geen probleem, maar vind je dat wel een probleem? Neem dan een oude boonfolder en ga met die boonfolder zachtjes over de bovenkant van je inkpad en druk de inkt naar beneden. Zorg er wel voor dat de boonfolder geen scherpe randjes heeft, hè, want anders maak je je inkpad kapot. Het kan ook met de achterkant van een lepel, maar ik heb daar een speciale boonfolder voor. En als je dan stempelt, dan wordt hij een stuk lichter. En ja, dan stempelt hij net wat mooier af. Zo. In dit geval valt het volgens mij wel mee. Dan maak ik hem tussendoor eventjes schoon. En dat doe ik op mijn stamping scrub met mijn stamping mist.
Ik heb hier in de hoek aangegeven wat de natte kant is. Gewoon omdat ik dat dan sneller kan vinden. Dus deze maak ik een beetje nat. En dan maak ik hem zo schoon. Dan heb je gelijk je stempel ook verzorgd. Dus dat is altijd fijn. Dan neem ik de Coastal Cabana. En ook die is vrij vochtig en vol. Maar ik ga het er gewoon op stempelen om wat doorgang in het filmpje te houden. Die stempel ik aan die kant. Dan maak ik hem hier even schoon. En dan neem ik de Mint Macaron. En zoals ik al zei, dit kan met elke kleur die je maar wilt. Je zou een regenboog kunnen kiezen. Zo. Dan ga ik ook nog de andere kant op. En dan neem ik eerst de So Saffron. Dat is een zachte geel. Die doe ik weer ietsje omhoog. En als laatste de Mango Melody. En omdat de So Saffron een lichte inkt is, hoef ik die niet per se tussendoor schoon te maken. Maar kun je gelijk verder. Dus dat is wel fijn. En die stempel ik ook weer ietsje naar beneden. Voor het kaartje wat ik zaterdag had gemaakt, heb ik gewoon ook deze stempels gebruikt. Dan heb ik gewoon de hele achterkant heb ik bestempeld in verschillende kleuren. Hè. Dus dat is ja, hoe je de achtergrond kunt maken. Dan dacht ik om hier een tekst overheen te stempelen. En ik dacht de birthday is altijd een handige stempel om te gebruiken. Want verjaardag heeft iedereen wel. En ik heb vaak bij kaarten dat ik nog niet bepaal wat ik erop stempel, zodat ja, alles nog mogelijk is. En ik moet even mijn inktpadjes opzij leggen, want het is chaos. Dan neem ik de Knight of Navy. Je kunt ook zwart nemen, welke kleur je maar ook wilt. Maar de Knight of Navy is net iets minder hard. En die stempel ik gewoon in het midden. En dan hoop ik dat die recht gaat. Op hoop van zegen. Zo. Nou, had iets rechter gekund, maar ik vind het goed. We kunnen niet alles hebben. Normaal gesproken zou ik mijn kaartje omdraaien en aan de achterkant nog een keer beginnen om deze kaart te maken. Want je hebt niet voor niks twee kanten op een je hebt niet twee kanten op een A4'tje. Dus je kunt ze allebei gebruiken mocht het er mist in gaan. En dan neem ik ook nog even de Happy van Happy Birthday. En ik gooi hem eventjes zo op mijn blokje. En ik twijfel nu of ik hem ook in het blauw zal stempelen. Laat ik dat maar gewoon doen. Ik had voor vandaag ook niks voorbereid. Dus het komt echt uit de losse pols. En ik hoop dat jullie het leuk vinden. Zo. Die doe ik daar eventjes. En dan is deze al klaar om een kaartje van te maken. Zo eenvoudig kan het zijn. Ik zal nog even een mat kiezen voor de achtergrond. En zal ik daarvoor de blauwe nemen. En nu zie je dat ik een vieze vinger had. Dus er zit bij mij een smoetje op. En dan ben ik geneigd om hem gewoon weer opnieuw te maken. Maar ik bedwing mij. Het is moeilijk, moeilijk, moeilijk. Maar ik ga mezelf bedwingen. Ik denk dat ik een So Saffron achtergrond neem. Net iets lichter. Net iets zachter van kleur. Een kleur die ik weinig gebruik. Ik weet niet waarom. Want ik ben dol op geel. Dus op zich ja, is het gek dat ik het niet gebruik. Ik neem dus een stukje gekleurd kaartstok van 10 cm bij 14 cm. Ik blijf toch vaak een beetje in de blauwe kleurtjes. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Welke kleurtjes gebruik jij heel vaak? Zit je ook vaak in dezelfde of gebruik je heel veel verschillende? Ik ben er wel benieuwd naar. Nou, deze plak ik hier bovenop. Zo.
deze gaat daar weer bovenop. En dan is je eerste kaartje al klaar. Super leuk om op deze manier een kaartje te maken als je snel een kaartje nodig hebt. En dan moet je natuurlijk wel een kaartje maken zonder die vingerafdrukken erop. Want dat is een stukje leuker dan dit. Maar goed, je snapt wat de bedoeling is. Op deze manier heb je gewoon heel snel een kaart. Een vrolijk kaartje in de kleuren die je maar wilt. En ja, ik zeg super eenvoudig. Dus voor mijn volgende kaartje wil ik eigenlijk net zoiets gaan doen. En ook weer een eenvoudig kaartje. Dan heb ik hiervoor weer een basis nodig. Dus ik snij een basiskaart van 14,5. Ik zie bij Meri dat je geeltinten vaak gebruikt. En Claudia, violet kleuren, ja, ook mooi. Ja, blauw, groen, paars, ja, eigenlijk alle kleuren zijn wel mooi, hè, Alida? Maar ik merk toch dat ik vaak in de blauwtinten zit. En ik weet niet waarom. Ik ben wel lid van Team Bermuda B. En dat is gewoon echt een van mijn aller lievelingskleuren. Dus ja, dat zal daar wel aan liggen, denk ik. Dan heb ik nog een matje nodig van, even denken hoor, 13,5 bij 9,5. Dus dat is net als bij de eerste kaart. 13,5 bij 9,5. Zo. En deze keer ga ik geen gebruik maken van de ronde stempel. Maar ik ga eens even kijken welke stempel ik dan ga gebruiken. Dus ik pak mijn stempelset erbij. Ik doe de ronde eventjes terug. En dan denk ik dat ik met de strepen aan de gang ga. Zo. Even denken wat ik ga doen. Ik denk dat ik... Maak ik een rechte kaart of een liggende kaart? Ik denk dat ik een rechte kaart maak. Dus ik ga deze kant bestempelen. En ik kies twee kleurtjes uit. En... Even kijken. Ik denk dat ik Bermuda B neem. Daar had ik het net al over. En die ga ik combineren met Blushing Bright. Met een roze tint. Dus het wordt een beetje een vrouwelijk kaartje. Maar afhankelijk met welke kleur je kiest, kun je er natuurlijk van alles mee maken. Ik ga eerst met de donkerste kleur. En dat is de Bermuda B. En daar ga ik gewoon mee stempelen. En ik stempel gewoon een heel rijtje. En mijn inkpad is heel juicy. Kijk, je kunt het zien. Als ik dit doe, zie je de bubbeltjes boven komen. Dus ik draai hem eventjes om en ik ga mijn eigen techniekje even toepassen. Want anders gaat het niet goed. En dat ligt echt aan mijn eigen inkpad. Want die is gewoon te vochtig. En ondanks dat ik hem heel vaak gebruik, is dit nog een inkpad die ik 5 jaar geleden, toen ik demo werd, heb gekocht. En nog nooit heb hervuld. Dus moet je nagaan. Nou, ga ik het nog een keer proberen. En anders ga ik echt een andere kleur nemen. Zo. En dan stempel ik ze zo naast elkaar. Kijk, hij heeft het nog wel ietsjes, maar een stuk minder als net. En ik merk al dat het inkt gewoon weer naar boven komt. Dus op zich heel fijn. Dan heb je weer als zat inkt in je inkpad zitten. Als het heel nauwkeurig op aankomt, is het ook wel eens lastig. Dan ga ik met de Blushing Bright, ga ik ertussen stempelen. En ik verwacht dat dat precies past.
Het was een gokje, maar het kan. En zo stempel ik het hele rijtje af. Zo. En dan nog eentje. Ja, zou ik die eroverheen stempelen? Nee, ik laat hem zo zitten. Dan maak ik deze eventjes weer schoon. En ga ik even bedenken wat ik hiermee wil doen. Ik denk dat ik het leuk vind om hier gewoon een tekst te stempelen. En ik heb een Happy Birthday, maar die zal misschien te lang zijn. Maar die kan er op zich wel zo doorheen. Dat kan. Dat ga ik ook eventjes doen. Zo. En ook nu neem ik weer de Night of Navy. En de Happy Birthday komt uit de Sweet Ice Cream. Maar je kunt daar elke stempel voor gebruiken die je maar wilt. Want in de frames en textures, textures en frames, zitten geen teksten. Dus ja, die moet je er zelf bij zoeken. Dan ga ik deze hier opstempelen. Zo. En dan ga ik hem ook gelijk matten, denk ik. Ik denk dat ik dat ga doen. Hiervoor ga ik gebruiken, ja, of de Bermuda Bay of de Blushing Bright. Ik heb van allebei een stukje naast me liggen. En ik ga eens even kijken wat ik het mooiste vind. Of dat het ene is. Of dat het de andere is. Ik denk dat het toch de Bermuda Bay wordt. En hiervan snij ik dan een mat van 10 centimeter bij 14 centimeter. Ja. Zo, en deze plak ik weer op de kaart. En daar gebruik ik het liefst altijd mijn Tombow voor. Deze mat er bovenop. Je kunt er ook voor kiezen om de kaart wat meer aan te kleden. Hè? Dus meer lagen aan te brengen. Ik wilde zo weinig mogelijk poespas. Lekker stempelen. Lekker alles gewoon aan het werk met de stempelset. Nu zit ik mij te bedenken. Dit vind ik wat kalig. Dus ik zit te twijfelen wat ik daarmee ga doen. Ik denk dat ik wat met mijn winkelstellen wat glitters hierop doe. Of zal ik gewoon rhinestones pakken? Ik pak er gewoon rhinestones bij. Moet ik even in de kast naast mij zoeken. Of pareltjes. Kijk, hier heb ik nog een paar rhinestones. Dan ga ik die gewoon gebruiken om het net wat te doorbreken. En dan neem ik de middelgrote. Dan hier eentje. Daar eentje. En eentje. Lopen jullie ook altijd zo te stoeien met de rhinestones waar je ze moet plakken? De derde doe ik daar net om de boel een beetje te doorbreken. Zo. En dan is dit kaartje ook klaar. En ik vind het altijd super als je snel een kaartje nodig hebt. Dat je dus ook heel makkelijk iets snel in elkaar kunt zetten. Want ondanks dat ik heel veel kaarten maak, heb je toch ook altijd weer een moment dat je denkt van, ik heb dat en dat kaartje nodig voor die en die gelegenheid. En die heb ik dan die net niet. Ik weet niet of je je daarin herkent.
Ik ga weer een basiskaart maken. Ik begin al zonder jullie wat te vertellen. Dat is niet handig. En dat wordt weer gewoon een basiskaart van 14,5 bij 21. En dit strookje is super handig om kleine tekstjes op te stempelen. Dus niet weggooien. Zo. En om alles een beetje gelijk te houden, ben ik naast mij aan het zoeken naar een basiskaart kaartstok. Ga ik ook nu weer een mat maken van 9,5 bij 13,5. Zo. En voor dit kaartje ga ik de achtergrond eerst stempelen. Dan neem ik een matje eronder. En ik ga dit keer de rechthoeken gebruiken. En ik ga de vullingen daarvan gebruiken. Dus als eerste ga ik de rechthoeken stempelen. Zo. En ik gebruik hiervoor mijn Night Navy. Zo. En ik probeer je hoort me denken, hè? Ga ik het in het midden proberen te doen? Ja. Ik probeer het in het midden. En er eentje daarnaast. Af en toe een beetje draaien. En dan nog eentje naast. Dan stempel ik er eentje boven. Daar weer naast. Dus ik verdeel het papiertje gewoon in rechthoeken. Hier weer eentje onder. Hier een onder. En eentje daar. En je kunt dit recht doen, je kunt dit diagonaal doen, wat je maar wilt. Ik heb ervoor gekozen om het recht te doen. Maar het is natuurlijk ook een superleuk effect als je dat gewoon schuin zou doen. En dan leg ik deze even opzij. Pak ik de vlek. En dan ga ik verschillende vakjes invullen. Ik denk dat ik deze drie kleuren ga nemen. Als eerste de Coastal Cabana. Vul ik het middelste vakje in. En dan de bovenste. En de onderste. Zo. Dan leg ik hem weer even schoon naast me. En daar vul ik deze twee mee in. En ook deze twee, denk ik. Zo. Als laatste doe ik de Mint Macaron. Ik ben wel bang dat hij een beetje hetzelfde kleurtje heeft als de Coastal Cabana. Maar ik kan mijn blushing bright even niet vinden. Die heb ik netjes weggelegd, maar ik kan hem niet vinden. Nou, het is toch weer iets groener. Die. En dan die. En je kunt hem helemaal doorstempelen. Je kunt er tussendoor wat. Ik zou zeg maar met het hoekje ook die kanten nog op kunnen vullen. Je kunt er alle kanten mee op, hè? Maar ik vind dit het leukst. Dan leg ik deze even
vanaf. En dan ga ik kijken welke kleur ik als ondergrond wil hebben. En ik denk dat ik misschien de Mint Macaron ga nemen. Beetje de groene vibe. Of de Saucepan. Die is inmiddels naast me op de grond gevallen. Of ik neem deze als ondergrond. Heb je een heel ander gevoel. Ik denk dat ik de geel neem. Is toch net ietsje mooier. Die mat ga ik nog even op maat snijden. Die wordt 14 bij 10. 14 bij 10. Zo. En dan plak ik die als eerste op de kaart. Dus de eerste is zo saffron, zacht gele. Deze er bovenop. Zo. En dan zou een tekst nog leuk zijn. Ik denk dat ik een tekst op deze fonds wel heel leuk zal vinden. En daarvoor neem ik een stukje Basic White. Wat voor tekst zal ik daarop stempelen? Ik denk de hello. Past die in mijn... Ja, die past daar prima in. Alsof het ervoor gemaakt is. En dan om alles maar in hetzelfde te houden, gebruik ik weer mijn Night of Navy. Oh, kijk. Daar komt de viezigheid vandaan. Van een blokje. Zo. Heb ik natuurlijk niet slim gedaan. Ik draai maar een stukje af. Zo. En dan pons ik deze. Ik probeer alle kanten even grote rand te hebben. Ja. En deze plak ik gewoon zo rechtstreeks op mijn kaartje. En daar gebruik ik dimensionals voor. Dat vind ik wel zo leuk. In alle hoeken eentje. Zo. Je wil niet zien wat voor chaos ik naast me heb. Het is maar goed dat jullie het niet zien. Zo. Zal ik die hier plakken? Ja, die plak ik. Hier. En dan is dit kaartje ook klaar. In no time 3 superleuke kaartjes gemaakt. Gewoon met 1 stempelset. Ik heb nog 2 andere ideetjes voorbij zien komen. En ik zal even een restantstukje Basic White pakken daarvoor. Terwijl ik mijn kaartjes in beeld laat. Want die wil ik jullie laten zien. Ik weet niet van wie het idee is. Dat ben ik helaas vergeten. Maar ja, als je op Pinterest zoekt, dan zul je hem vast vinden. En de eerste is dit. En dan maak ik het eigenlijk niet helemaal uit wat voor kleur ik neem. Dus ik neem gewoon de Coastal Perna. Zo. En deze dame had gewoon op een mat een paar keer deze stempel afgestempeld. En daarna pakte ze de spetters. Zo.
met die spekkers. Ja, ik vond het... Oh, kijk. Nou zet ik mijn hele kaartje te vernachelen. Maar het gaat om het idee wat ik jullie wilde laten zien. Met die spetters maakten ze hier een afdruk. En dan lijkt het toch bijna net alsof, alsof je kaarsjes hebt. En je kunt er natuurlijk ook nog kleurtjes tussen plaatsen. Ja, ik vond het echt op verjaardagskaartjes lijken. Dus ik vond kaarsjes lijken. Dus ik vond het een superleuk idee. En dan was er nog een idee. Dan heb ik nog dit stukje papier voor nodig. En daar hebben we de ronde cirkel voor nodig. Ik hou het maar even in de Sousaffron, want die heb ik bij me liggen. Zo. En dan nam ze uit de Penguin set. Maar misschien heb je wel een andere set waar iets in zit. Nam ze. Even zoeken hoor. Het kleine emmertje. Zo. En met het emmertje plaatsen ze hier zo een dingetje bovenop. En dan met, als je dat leuk vindt, je kan ze zo laten. Je kan de grote ringen er omheen doen, omheen stempelen. Maar zij deed dit er nog doorheen. En dan heb je dus een kerstbal. Hoe geniaal is dat? Niet mijn idee. Ik weet helaas ook niet wie dat verzonnen heeft. Als ik het kan terugvinden, dan zet ik dat in de beschrijving van mijn Facebook. Want ik plaats deze... Of op mijn YouTube moet ik zeggen. Want ik plaats deze Facebook ook op mijn YouTube kanaal. Mocht ik terug kunnen vinden wie dit bedacht heeft. Dan laat ik dat uiteraard eventjes weten. Want ik vind het, ja, ik vind het geniaal. Dus dat. Nou, dit waren de snelle kaartjes die ik graag met jou wilde maken. Allemaal gemaakt met de stempelset. Textures en frames die je op dit moment gratis kunt verdienen. Bij de Celebration. De Celebration duurt nog maar tot en met 30 september. Dus wil je deze set hebben, wees er dan snel bij. Want op is op. Ja, ik zou het leuk vinden als je de bestelling bij mij plaatst. Zodat ik deze voor jou mee kan bestellen. Wil je dat graag, stuur me gerust dan een mailtje op danielle.kassing@gmail.com. En ja, dan help ik je uiteraard graag verder. En samen komen wij er dan wel uit. Nou, op dit moment heb ik eventjes niets meer te liegen, zoals mijn moeder altijd zei vroeger. Dus ja, ik ga er vandoor. Een hele fijne dag verder. Wil je het nog een keer terugkijken? Het blijft op mijn Facebook staan. En anders kun je het terugvinden op mijn YouTube kanaal. En dat is Danielle Kassing. Dus heel veel plezier en graag tot de volgende keer. Doei doeg allemaal!